Ja, ik vind het echt heel geweldig. Helemaal nu dat we allemaal niet zoveel mogen doen. Volgens mij zijn de meesten ook niet naar school geweest vandaag. En dat we dan wel dit konden doen. Ja, ik vond het echt heel erg leuk. Ja, jongeren moeten toch gezond blijven en met corona kan het niet meer. Dus het is fijn dat dit soort toernooien worden georganiseerd. De meeste kinderen zitten gewoon achter een laptop, sociale media. Ze moeten gewoon van die stoel af, achter het beeldscherm vandaan, in beweging komen. Volgens mij, zoals ik heb gezien, vonden ze het geweldig. En de kou hebben ze me voor lief genomen. Als je helemaal gaat bewegen valt het wel mee, maar aan het eind wordt het wel koud hoor. Gewoon lekker koud, lekker spelen in de sneeuw. En natuurlijk het volleyballen natuurlijk, weer na een paar maanden, ja.